hele goede morgen, lieve mensen. Een hele goede morgen. Zullen we zonder al te veel te praten, want ja, eigenlijk leidt het misschien wel een beetje af, gewoon doorgaan naar het intro? Ja. Oké. Okay. De tweeling is een beetje aan het vechten. Tenminste, ze zag het eruit. En precies als ik ga filmen, stopt het natuurlijk. Maar ze waren een beetje aan het gillen, elkaar aan het duwen. Ja. En Luna slaapt nu weer. En Marley is nu in haar eentje met Luna aan het vechten. Luna vindt het niet leuk. En vandaag kwam mijn zusje op bezoek en zij heeft de baby's nog nooit vastgehouden en nog nooit hier thuis gezien. Dus dat was wel even een bijzonder momentje. Ja. Dan ga je iets naar achter zitten. Ja. Dan kan ze niet vallen. Dit is Luna. Dit is je pieper. Ja. Oh. Nou, het is gelijk stil, Bart. Ja, fijn. Moet je nog vaker langskomen, zeg. En wat meer rust. Eén keer gelijk massaal stil. Ze is naar je aan het kijken. Oh, ze is nog zo klein, die nagels en zo. Ja, leuk hè? Maar weet je nog hoe klein ze vorige keer waren, ja, dat je ze zag? Nog kleiner als een suikerpak. Ja. Ze zit wel echt heel relaxed. Hè? Ja, het was echt al een baby. Ja. Ja, het was ook al een baby. Ja, oké, okay, maar... Het was echt zo'n poppenhuis dingetje. Zo'n babybornetje. Ja, nou ja, babyborn is nog groot vergeleken met wat ze waren. We deden er ook echt zo relaxed bij, want ik vind het wel prima. Hoi. En we gingen ook eventjes wandelen met z'n allen. Hoort eventjes ook mee. Een paar boodschapjes doen. Ja, precies. Oké, we hebben de baby's weer ingepakt. Iboja en mijn zusje zijn bij mij. Iboja en je zusje? Oh, Iboja. Ibo zusje. Iboja is bij mij en Boeken is bij mij. En we gaan eventjes lekker boodschappen doen voor het avondeten. Dus we gaan naar de Jumbo lopen. En dan maken we gelijk een lekker uitje van met de baby's. Ik heb net de babywasser opgevouwen. Deze doeken zijn allemaal van één dag. Lang leven spugende baby's. Er is iets bijzonders aan de hand. We hebben hier deze flessenwarmer van Difrax. En van de een op de andere dag lekt hij ineens. Kijk, ik doe even. En ik had hem net aangezet. En zeg maar, kijk. Ik had hem net aangezet en ik hoorde hem zo van, hij is klaar. Toen ging ik kijken, het was hij helemaal leeg. Ja, blij dat het geen moedermelk is inderdaad. Ja, hij kan in principe gewoon nat worden, dat is niet zo heel erg. Er zitten hier ook gaatjes in, zodat het water eruit loopt en niet in de elektronica gaat. Maar het is wel raar. Waar is de doos van het ding? In de kelder, denk ik. Van de een op de andere dag ineens. Nu we het toch hebben over voeding, ik vind het een beetje dat wij vanuit het ziekenhuis, zeg maar, aangewezen kregen op hoeveel voedingen we moeten doen en wat voor voedingen. Want daar worden we totaal niet in begeleid. We hebben ook heel veel adviezen binnengekregen van kijkers, maar het ding is, ja, wij hebben gewoon premature baby's, echt ziek, ziek prematuur, gewoon 1/3 van de zwangerschap niet afgemaakt. Dus voor ons geldt het allemaal gewoon wat anders, denk ik. En daarom is het lastig voor wat... Niet meer. Nee? Nee. Ik denk dat het aan het rubbertje ligt, want ik heb nu het andere rubbertje ertussen gedaan. Nou, lijkt hij niet meer, zie je? Ja, ik zie het. Oh heel ja. Daar. Moeten we deze dan toch nog even opwarmen? Nee. Nee, het is op zich al warm. Dus...
Dus dat is even een frustratiepuntje. Ja, we gaan zelf even een consultatiebureau bellen. Ja, we gaan gewoon langs mogen komen. Inderdaad. Als extra. Want eigenlijk hebben wij geen consultatiebureau, zeg maar, nodig. Omdat wij alle controles in het ziekenhuis hebben. Geen maar een extra controle is nooit mis. Nee, precies. En ik ben ook wel heel benieuwd hoeveel ze wegen. Volgens mij groeien ze echt super. Ze groeien echt als kool. Ze zitten denk ik bijna op de 5 kilo nu. Ja. Ja, en vroeger ging het allemaal gewoon op gevoel. Ja, en dat ging ook goed in principe. Maar ja, vroeger, premature baby's zoals die van ons, die hadden het zeg maar 5 jaar geleden al niet eens overleefd. Nee. Want tegenwoordig is de technologie en kennis zoveel beter dan toen. Dat is gewoon super snel gegaan. Pas 5 jaar, ja, volgens mij wel langer hoor. Nou, waarschijnlijk wel langer. Maar als ze in 2000 waren geboren, dan hadden ze het niet overleefd. Laat ik het zo zeggen. Erg, hè? Ja, dat is heel raar te bedenken. Ja. Morgen gaan we weer naar Amsterdam. Hebben we een afspraak in Amsterdam. Vervolgafspraak. Een vervolgafspraak op onze vorige afspraak. Dat klinkt allemaal heel wazig. Dus morgen om 1 uur moeten we in Amsterdam zijn, geloof ik. Wat was het, 1 uur of 2 uur? Oh, dat weet ik niet. Moet even ik heb het in je telefoon gezet. Volgens mij 1 uur, want ik zei dan gaan we 11:30 weg. En dan kunnen we er 12:30 zijn. Nee, ik heb geen idee hoe laat de fysio en wanneer de fysio is. Vrijdag. 100%? 100%. Want de vorige keer was het ook op vrijdag, toch? Alleen Luna heeft honger. Marley ligt echt... Wacht, dit is wel echt cute. Marley ligt echt... Hou je mond nou eens, joh. Ja. Oh, liefje. Liefje. Het is niet erg, kijk. We zeg maar, normaal gesproken doe je dat elke ochtend. Gisteren hebben ze toch ook om 9 uur gekregen? Ja, ja, daarom. Het is niet erg, want het is zeg maar hetzelfde als gisteren en hetzelfde als de dag ervoor. Maar we proberen het dus langzaamaan iets vroeger te doen. Zo, de eerste 1 maart vlog met de intro en de outro en nieuwe banner staat net online. Dus deze vlog is op 1 maart opgenomen, dan weten jullie dat ook gelijk weer. Ja, daar hebben we best wel wat vragen over. Ja. Kunnen jullie de datum er weer bij zetten? Dat kan. Maar dan moeten we elke dag die intro opnieuw renderen. En vaak hadden we daar gewoon geen tijd voor. Want toen waren we in het ziekenhuis, bla bla bla. Nou, in ieder geval, vandaag is het 1 maart. We zullen het gewoon voortaan aan het begin van de vlog vermelden. Zo niet, dan zijn we het vergeten. En dan hoor je misschien de volgende dag weer welke dag het was. En welke dag die dag ervoor was. Dan is het ook een beetje van... Ja, je kan natuurlijk ook zelf uitrekenen welke dagen we... ja, welke dag het was. Lekker duidelijk verhaal. We zagen dat er een aantal mensen dat zeg maar niet klagen, maar ze vonden die praatstukjes tussendoor wat minder niet leuk. Super leuk, zeg maar. Dus daar hebben we besloten om dat nu weer een beetje af te bouwen en dat af en toe te doen. Ja, nu gaan we de meisjes even lekker eten geven, want daar hebben ze behoefte aan. En wat ik altijd zo fijn vind aan de fles geven is dat we gewoon lekker ondertussen een beetje een serie kijken, een filmpje kijken en dan heb je gewoon even een soort van rustmomentje met de baby's. Dus dat gaan we nu even doen. We hebben de baby's even in bad gedaan en waar we achter zijn gekomen is dat dit ook lekker warm wordt als de droger aanstaat. Dus wordt ze hier lekker in omgekleed zodat ze niet zo koud zijn. Die droger die maakt deze ruimte echt zo warm. Niet zo warm, maar wel lekker warm gewoon. Oh. Marley die hoest wel eens zo, omdat er dan nog een beetje voeding vast zit en dan klinkt het heel benauwd en heel heftig. Maar ja, dat komt omdat er dan een klein beetje voeding loopt te irriteren en dan gaat ze dat proberen uit te hoesten. Dus no panic. En nou is Luna aan de beurt voor het badje. Ja, gaan we zo lekker jou in badje doen. Je bent al wel goed wakker. Nou ja, goed. Je bent wakker. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken van deze vlog, mensen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe. We gaan nu door naar de endcard. Daar kan je doorklikken op andere video's en op abonneren klikken. Morgen zijn we er dus weer met een nieuwe vlog. Stuur deze door naar iedereen als je de video leuk vond. Tot morgen, mensen. Doei. Love you.